Ja. Meneer Van Druit, mag ik u het woord geven? Nou, dank u. Als overheid vat proberen te krijgen op de gezondheid van de inwoners. Dat klinkt allemaal heel nobel en zelfs wel een beetje altruïstisch. Maar ik kan ook niet ontkennen dat het een beetje hypocriet voelt. Want als het om de biomassacentrale gaat en er komen klachten van omwonenden over overlast en voor hun luchtwegen en fijnstof. En we kunnen een biomassacentrale verplicht filters laten installeren en we laten dat als overheid deze partij na om dat te gaan doen. Ja, dat vind ik eigenlijk op het moment dat we zelf onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, pakken we die als gemeente vaak niet. En we zijn ook een beetje bang dat dit gezondheidsbeleid, wat toch wel een vrij gijzeld gehalte heeft, toch ook een legitimatie is om het autootje pesten verder op te voeren. Als wij lezen, we kijken waar autoverkeer ontmoedigd kan worden, bijvoorbeeld rondom scholen en sportclubs, dan denk ik, nou, daar zit een vrij dwingend aspect in. En waarom eigenlijk? Hè? En vergeet ook niet dat als veel ouders, ik weet het van mezelf wel, als ik mijn kind destijds naar de crèche bracht of naar school, dan is dat onderdeel van je werkroutine. Als je dan met de fiets eerst naar school moet, omdat je met de auto daar niet meer naartoe kan, ja, dat haalt je wel uit je ritme. En de mensen die misschien dat werkritme niet hebben, de uitkeringen moeten ook ergens vandaan komen. Dus het is vaak geen overbodige luxe om de kinderen met de auto af te kunnen zetten. Voorzitter. Maar ik zie al genoeg interrupties, maar dat had ik al wel verwacht, want dat is toch een heilig huisje natuurlijk dit. Meneer Amla. Nou, ik heb net in het vorige item een paar keer gehoord dat al allerlei partijen aanboden om zich bij u aan te sluiten. Maar u klinkt wel heel liberaal, moet ik zeggen. Er zijn wel wat kritiekpunten, maar dat autootje pesten, daar kunnen we ons wel in vinden. Nou, alleen op dat onderdeel begrijp ik. Van Leusden, van GroenLinks. Even een heel andere invalshoek, meneer Van Druiten. Ik was vroeger schooldirecteur en de veiligheid van de kindertjes werd door al die auto's behoorlijk onderuit gehaald, kan ik u vertellen. Dit is meer een delen van experience vanuit het verleden. Gaat u door? Nou, ik deel uw veiligheid wel. Ik ben blij dat u dat, ik hoop dat u op andere vlakken ook doortrekt, ideologisch. Dan kunnen we elkaar helemaal gaan vinden, maar de veiligheid kan ik me voorstellen, maar de mogelijkheid helemaal ontzeggen om het af te zetten. Kijk, dat je misschien iets verderop doet of dat je fietsers kinderen veilig aan kunnen komen, kan ik me voorstellen. Want als je bijvoorbeeld het Streekmuseum bekijkt, het Streek. Ik heb natuurlijk ook met mijn eigen kind de schoolkeuze moeten maken. En dan is bijvoorbeeld zo'n rotonde, of de gevaarlijke rotonde, zelfs een afweging om wel of niet een kind naar school te kunnen laten gaan. Dus het veiligheidsaspect, daar kan ik wel in vinden. Nou moet ik wel zeggen dat ik de voorbeelden in deze, de voorbeelden die aan worden gehaald, weliswaar fictief. Maar als ik dan lees van een voorbeeld, Wahid is 48 jaar en woont in Ede-Zuid. Nou, dan staat er door een samenloop van omstandigheden is hij in een uitkeringssituatie terechtgekomen. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan staat erbij, doordat hij veel slecht is, verslechtert zijn leefstijl. Hij weegt te weinig en pakt toch wat vaker een biertje. Nou, Wahid is zelfs een Arabische naam. Ik denk in die zin dat John dan een beter voorbeeld was geweest, als we dan toch cultureel gaan kaderen. En dat lijkt misschien een fictief voorbeeld, maar dat als ik dan daaronder zie van Movisie, dan wordt het natuurlijk wel inhoudelijk, waarin eigenlijk gewoon wordt gezegd dat ernstige eenzaamheid, vooral onder 85-plussers, weduwe en weduwnaars en gescheiden mensen voorkomt en laag opgeleide, dan staat er in één keer bij, en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Nou, daar durf ik wel aan te twijfelen. Ik denk dat eenzaamheid in het algemeen meer bij autochtonen, bij Nederlanders voorkomt, dan bij allochtonen. Want de familiestructuren zijn vaak juist bij niet-westerse allochtonen een stuk sterker. Kijk, als hij had gezegd dat het een beroep op mantelzorgers, dat vaak op de eigen familie meer een beroep wordt gedaan, dat dat een nijpende probleem was geweest, of diabetici of dat soort zaken, als we dan toch cultureel gaan kaderen. Ja, dat denk ik dat dat een realistische voorbeeld is. Dat wou ik in ieder geval nog wel meegeven. Dan de drankketen, daar wordt ook redelijk van leer getrokken. En ik denk dat we daar niet te veel van leer moeten trekken. En niet te overspannen over moeten doen. Als er een paar biertjes gedronken wordt door de jeugd, is dat niet erg. Ik denk dat de jeugd sowieso al een hele hoop stress heeft en een hoop ontzegd wordt. En ik denk dat het goed is als dat met mate kan. En dat niet geheel met een ChristenUnie-bril op te bekijken.
Laten we ook niet gaan doen of, of sporten nu het ei van Columbus is. Want daar geloof ik ook niet zo in. Ik spreek juist vaak heel veel mensen die vroeger heel veel fanatiek gesport hebben en allerlei kwalen daaraan over hebben gehouden. Vaak blessures. En dan vraag ik vaak, hoe komt dat? Ja, ik heb het verleden veel gevoetbald of veel gesport. En dan denk ik, nou, dan ben ik al blij dat ik dat niet gedaan heb. Want ik heb die kwaaltjes niet. Ik heb wel weer andere kwaaltjes, hoor, voorzitter. Dat kan ik ook niet ontkennen. Maar ik denk wel dat het goed is in ieder geval het, met gezonde voeding en dat soort zaken. En een educatieve rol, dat dat wel goed is als de overheid dat oppakt. U roept wel een vraag op, maar bij mevrouw Beyer. En zelf beantwoord. Okay. Gaat u door. Maar nu we toch bezig zijn, meneer Hendricks heeft een vraag. Ja, ik heb ook nog een vraag. Ik heb het misschien niet goed begrepen. Maar bedoelt hij van der Ruiter te zeggen dat mensen van de ChristenUnie geen biertje drinken of lusten? Of heb ik dat nou verkeerd? Ja, ik bedoel uit het Midden-Oosten, denk ik. Ruben, ik echt uit het Midden-Oosten. Ik denk dat daar relatief, daar wordt natuurlijk alcohol gedronken. Ik bedoel, dat is wel een stuk minder. Ik denk dat er bij Hietz in het algemeen, als we gaan generaliseren, minder bier drinken dan de mensen van de ChristenUnie. Ja, voor mijn gevoel moet ik zeggen dat de ChristenUnie, ja, het publiek in mijn geval vaak wat voor mijn gevoel wat heimelijker doet dan misschien weer een liberaal als een VVD'er of een D66 of een burgerbelangenstemmer die er misschien openlijk ook vooruit komt. Maar ja, ik denk wel dat daar verschil in zit. Als we het puur over doelgroepen gaan hebben en dan hebben we het over de grote gemene delers, dat zijn vaak stereotyperingen. Maar een stereotypering bestaat niet voor niks. Want als er namelijk geen kern van waarheid in een stereotypering zou zitten, is het geen stereotypering. Dus vaak kloppen dat soort dingen op de grote groep vaak wel. Voorzitter. Meneer Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Ja, als bedoeld wordt dat mensen van de ChristenUnie wat gematigder zijn, dan beschouw ik dat maar als een compliment. Ja, meneer Omlo. Ja, ik heb nog wel een wat serieuze vraag. U haalt een aantal voorbeelden aan die in ieder geval niet goed beschreven zijn, of anders hadden moeten worden beschreven. Alleen, ik vraag me af of u nou juist eindelijk pleit voor meer specifieke doelgroepbenadering van het gezondheidsbeleid. Of dat u zegt, de accenten in de nota zijn verkeerd opgeschreven? Of? Ik denk dat laatste, alhoewel er wel een spanningsveld zit. Want ik denk wel dat de juiste zorg bij de juiste doelgroep moet zijn. Om iets te noemen als we het alweer over dakloosheid bijvoorbeeld. Nou, de Turkse gemeenschap en de Marokkaanse gemeenschap zou daar relatief minder mee te maken hebben. Omdat daar vaak meer voor gezorgd wordt. Dat is die doen meer een beroep op hun familie. Dus ik denk wel dat elke doelgroep zijn eigen problematiek heeft. In de buitendorp wordt bijvoorbeeld meer gedronken. Ja, ik denk dat dat wel, of het een doelgroepbeleid moet zijn, dat is een tweede. Maar ik denk wel dat je de juiste zorg en de juiste hulp moet bieden. Dus uiteindelijk moet je effectief zijn. En dan misschien een doelgroepbeleid, welk etiket je het dan ook geeft. Maar ja, het moet wel passend zijn. Duidelijk. Was u ook klaar, meneer Van der Ruiten? Ja, en ik moet zeggen, vooral mijn voorbeelden geven meer aan, en dat is meer een illustratie van, of ik denk van, wat hier staat, en denk ik, ja, wat probeert men dan te suggereren, en dat inhoudelijk niet klopt, en dat roept vragen op over de rest. En het moet vooral niet een te betuttelend karakter krijgen, en ik denk die coronastress dat ook nog wel gaat spelen. Zeker de komende maanden, want ik merk het zelf ook. Als je het nieuws openslaat, ja, je wordt gestrest. Dan heb je twee methodes. Of je bent er volledig mee bezig, of je kunt de struisvogeltechniek toepassen. En je er een beetje van afzijdig houden, want het is voor je psyche soms wel beter in ieder geval. Dank u wel, duidelijk. Maar u bent nog niet klaar, want u heeft een vraag van mevrouw Van Roekel. Ik was al benieuwd, meneer Van der Ruiten haalde de drankketen aan en nou, daar was ik eigenlijk wel blij mee, want ik kan hem heel ver volgen daarin. En natuurlijk zijn er negatieve kanten en dat is met alle, kun je overal wel bij verzinnen. Maar ik vond het ook wel leuk om daar even bij aan te vullen dat zo'n drankketen, dus een drankketen, ik vind het eigenlijk ook wel best wel negatief. Het wordt eigenlijk gewoon de keten genoemd onder die jongelui. En dat ook fungeert als een, het geeft een hele sterke binding onder de jeugd. En ik denk, dat mag ook wel eens een keer benadrukt worden en benoemd worden en dat ook, doordat vanuit de gemeente ook een soort toezicht gehouden wordt, dat er gesprekken zijn onderling. En ik denk, nou, dat is best wel een punt wat meegenomen kan worden en dat wel een keer gezegd mag worden. Dus dat wou ik eigenlijk alleen even. Oké, dat was meer een aanvulling dan een vraag aan u. Meneer Nijnhuis heeft wel een vraag. Ja, ik heb wel een vraag aan de heer Van Druijten, want hij had het net over, ja, stereotyperingen. Daar zal altijd wel een kern van waarheid in zitten, anders is het geen stereotype. En
Even later had hij het over dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak dakloos zouden zijn. Nou ja, laat ik die stereotypen dan in ieder geval uit de wereld helpen, want dat is toch zo'n 39% van alle daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. En dat is volgens mij een stuk meer dan de algemene bevolking. Ja, maar dat kan ook... Dus, Ik kom tot mijn vraag, want is dat inzicht voor de heer Van Druiten, dat die stereotype die op zijn kop wordt gedraaid, is dat niet aanleiding voor hem om te zeggen, nee, we moeten juist aandacht hebben voor die mensen, zodat we ze kunnen helpen om huisvesting te gaan vinden, in plaats van dat we doen alsof het niet nodig is? Meneer Van Druiten. Nou, zou ik daar toch graag een duiding van willen zien. Want als die 39% afgewezen asielzoekers zijn, die niet vertrekken omdat ze afgewezen zijn en op die manier dakloos worden, dan denk ik niet dat hun westerse migratieachtergrond. Ja, heel formeel heeft het er dan mee te maken. Maar als dat een reden is, dan is dat natuurlijk een andere problematiek die daar aan verbonden zit. En ik denk dat dat wel het geval is. Maar goed, u kent de doelgroepen beter als ik, als ik het zo hoor. Maar dat maakt voor mij een wezenlijk verschil. Wat ik bedoel is dat de sociale structuren vaak juist bij niet-westerse allochtonen vaak strikter zijn. De familiebanden zijn sterker. Dat heeft voordelen, dat heeft nadelen. De groep ziet meer naar elkaar om. Op dat punt zou ik bijna zeggen, integreer niet. Even heel zwart-wit genomen. Want als bij ons de familie hulp nodig heeft, ja, dan bellen we die in principe directe instanties, om maar iets te noemen. En dat is in die kringen is een positief aspect. Er zitten natuurlijk ook negatieve aspecten aan. We zijn ook niet bedoeld om die te benoemen. Maar er zitten ook culturele componenten aan die wel een plus zijn. En ik denk dat die problematiek die hier wordt gesteld, alsof die doelgroepen daarmee te maken hebben, ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat ze weer met een andere problematiek te maken hebben. Generiek gezien, stereotype, hè? Uitzonderingen hebben we altijd, ook bij burgerbelangen. Oké, okay. Het was dus bedoeld om dat doelgroep even in het zonnetje te zetten. Dank u wel.